Paul Dirks, je bent zelf tekenleraar en gefascineerd door gummen. Hoe is dat nou zo gekomen? Nou ja, gummen die fascineren mij omdat ik van oude schrijfmaterialen hou. En ik verzamelde altijd al potloden. En toen kwam ik er in één keer achter dat het stukje rubber wat op een potlood zat eigenlijk nog veel interessanter is. Want, waarom is dat dan? Nou, omdat je met zo'n klein stukje rubber iets kunt uitgummen. Waardoor je weer ruimte krijgt op je vel papier. Dus die gum zou je de metafoor kunnen noemen van het opnieuw beginnen. En jezelf niet zo afstraffen door te zeggen, oh, daar heb ik verkeerd gedaan. Maar je komt in een andere laag, zeg maar. En dat vind ik echt heel mooi. Nou heb je hier een verzameling liggen van enorm veel gummetjes. Van heel oud tot heel modern. Maar wat je nu in de handen hebt, dat ziet er wel uit als een pronkstuk. Ja, voor mij is het ook een pronkstuk. Het is een kaart uit 1940 met alle Duitse steden. En bijzonder is dat in 1942 de Britten die steden allemaal hebben uitgegumd. Die hebben ze allemaal gebombardeerd. Bijzonder is dat deze kaart een jaar of 70 ergens op een zolder lag. En een paar jaar geleden kwam hij tevoorschijn. En toen dacht ik, ja, dit is echt het ultieme uitgummen voor mij. Ja, want de steden werden uitgegumd, maar zijn ook weer opgebouwd. Absoluut. Ik ben in verschillende steden geweest. Regensburg, Hamburg, Nuremberg. En ze zijn allemaal weer als hernieuwde steden uit hun as verrezen, zou je kunnen zeggen.